en sociale leven. Wij zijn er even niet. Dus spreek je zin naar het diep. Stuur een sms'je of mail naar domien@domienverschuren.nl. Dankjewel. Neem na de toon uw bericht op. God vergeten, ontzettende. Luilak dat je er bent, Domien Verschuren. Kom ogenblikkelijk je nest uit. Weet je wel hoe laat het is? 4:10, je hebt programma. Moet je horen wie er nu moet zijn? Ja, daar is ze. Oh, wat fijn. Eindelijk weer Roosmarijn. We zijn begonnen. Pak je telefoon, sms of bel haar nu gewoon. 09091336 of 3333 voor een sms. Ze zit er weer en gaat als een trein. Jullie eigen Roosmarijn. Nou ja, ze zit er weer. Ze zit er nog steeds, zul je bedoelen. Ja, jouw eigen Roosmarijn. Oh, Domien Verschuren, echt, de rapen zijn gaar. Jullie eigen Roosmarijn. We moeten hem zijn bed uitkeren, jongens. Luister nu naar Roosmarijn. 09091336 voor alle opties om Domien Verschuren zo hard en zo snel mogelijk naar de studio te krijgen. Hoe gekker, hoe beter. Laat het maar horen. 09091336. Goedemorgen. Ja, heb jij een idee? Ja, ik heb een idee. Nou. We zullen met z'n allen een hele goede man vertellen op de radio. Ja, daar wordt Domien zeker wakker van. Dat denk ik niet. Nee? Nee, ik denk het niet. Nee, maar Roos, ik heb een hele mop in gedachten. Ja, dat is heel leuk dat jij een mop in gedachten hebt. Maar ik ga even naar de volgende, want die heeft misschien wel een idee. 09091336. Goedemorgen. Goedemorgen. Domien heeft zijn telefoon op stilstaan. Wat moet ik nou? Nou, je kunt natuurlijk met een heleboel mensen gewoon voor zijn huis gaan toeteren of zo. Oeh, voor zijn huis toeteren. Ja, dan krijg je pas mooi wakker. Dat is wel een goed plan. Dan moet ik alleen iemand hebben die kan gaan toeteren. Ja, waar woont hij? Hilversum. Dat is op zich de moeite niet, nee. Oeh, ja, nou ja, ik zit ergens anders op de weg momenteel, maar... zit jij hier... Waar ben jij dan? Ik rijd nu dwars de Zwolle heen. Ja, Zwolle. Nee, dat schiet inderdaad niet op. Maar dankjewel, ik vind het wel een goed plan eigenlijk. Domien Verschuren wakker toeteren. Dat zou dan iemand moeten zijn die wel in de buurt van Hilversum aan het rijden is of iets dergelijks. Ja, dan moeten er toch genoeg zijn, lijkt me. Lijkt mij ook. Bel even 09091336 in dat geval. Goedemorgen, 3FM. Hey, met Hugo. Hey, Hugo. Ik wou je ten eerste nog even bedanken voor de DVD-box die je me opgestuurd. Hey, jij bent degene die hier een verkeersbord heeft afgeleverd een paar maanden geleden. Ja, precies. En nu eindelijk heb je je prijs gekregen. Ja, met een heel leuk briefje erbij. Zeer attent. Heel hartelijk dank. Nou, bijzonder graag gedaan. Maar kun je me ook... Jij rijdt in de buurt van Hilversum, weet ik dus. Ik rij in Hilversum nog. Oh, kun je me matsen, alsjeblieft, alsjeblieft. Ja, dan moet je alleen eventjes achter de scherm zeggen welke straal ik moet wezen. Hele goede zaak. Blijf hangen, Hugo. We gaan het eventjes regelen, weet je. Oké. Hé, ik ben helemaal opgelucht, want het is, kom op, het is Sinterklaasnacht. Domien moet hier ook zijn, hij is mede-organisator van deze markt, hè. Hey, ik ga erachteraan, hier komt Alphabeat. Het zou natuurlijk heel fijn zijn als Luca aan hetzelfde gebouw woonde als Domien Verschuren. Zij op de tweede verdieping en dan had ze hem eventjes voor mijn bakker kunnen schoppen. Maar ja, nu moet ik zelf maar weer proberen. Ah, kijk nou eens. Oh, wat gênant. Er is verbinding met de grot die Domien Verschuren heet. Oh, Roos, echt van alle dagen dat dit mag gebeuren. Juist vannacht. Was dit echt de dag waarop het niet had mogen gebeuren? Dat klopt. Maar hoe ben je nou niet hier? We hebben toch Sinterklaas, Bart? Hey, waarom klink jij alsof je nog steeds horizontaal ligt? Nee, dat helemaal niet. Ik sta echt naast mijn bed. Ik weet echt niet wat er gebeurd is, maar ik ben gewoon zo in de klote dat ik gewoon echt... Dus alles is gegaan zoals het de afgelopen 3 maanden gegaan is. Wekker schiet aan om 2:55. Muziek schiet aan om 2:55. Alleen mijn lichaam wil gewoon niet meer, ofzo. Nou, dat is dan dikke pech voor je lichaam, want je moet toch echt in beweging komen? Het is Domien Verschuren tijd. Ja, ik vind het zo... Het is heel onprofessioneel om nu over... Aha. De afdeling... Ik wil eigenlijk over de productionele kant van deze hele nacht beginnen. Je zegt maar al het werk dat ik heb gedaan... Oh, ja. Wil jij nu nog vertrekken? Want dan doe ik gewoon wel de komende 10 minuten. Doe ik op het programma vanaf de telefoon. En vertrek je gewoon nu die kant op. En dan regel ik de rest wel. Nee, jij gaat gewoon in de kleren. En op de fiets. En zo snel mogelijk deze kant op komen. Het is namelijk Sinterklaasnacht op 3FM. We zitten midden in de markt. Als jij dan nu gewoon vertrekt. Als jij nou gewoon eventjes je kleren aangetrekt. En hierheen komt. Dan komt het allemaal heus wel goed hoor. Want Sinterguis die staat echt rocking and rolling langs de A12.
Nou, ik ben er over... Heel snel? Stipt 8 minuten. Hé, weet je wat de tussenstand is, de laatste die ik heb gekregen? Ik heb geen idee. €325 hadden we al verdiend. Oh, dat is wel goed nieuws. Dat maakt me dan nog een heel klein beetje blij. Ja, ga jij maar als de sodemieter deze kant op komen, dan ga ik even verbinding maken met Sinterguis. Ik ben er zo. Oké, tot zo. Domien Verschuren is op weg naar zijn eigen programma en een beetje vertraagd. Ja. De 3FM Sinterklaasnacht. 2008. Kon ik dat dan maar zeggen? Dat ik stil stond ergens of zo met mijn fiets. Dan wel auto op een snelweg ergens. Pech met je fiets, ja. Jewel en Standing Still bij... Domien is wakker. Ja, wow. Ja, ongeveer. Ik ga even 86 koffie voor je halen. Is dat een plan? Het zou een heel goed begin zijn, ja. Oh, Roos, sorry. Ja, wat ben je ook een prutser, man. Ja, ik ben echt de grootste prutser nu al van deze hele week. En dat is dan de enige titel waar ik nog een klein beetje trots op kan zijn. Ja. En je hebt nog mazzel ook, hoor. Want je was echt this close to een heel toetenconcert. Ik had al mensen onder. Dat had ik dan wel gezellig gevonden eigenlijk, want je weet waar ik woon. Ja, precies. Hey, praat even bij. Hoe staat het ervoor? Hoe gaat het? Nou, Sinterguis gaat als een malle op de A12 bij Bunnik. Ja, bij tegenstander Forte. Ja.